Dit is zand. Het is los, korrelig materiaal en bestaat eigenlijk uit allemaal hele kleine steentjes. Het is een van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde. En met zand kun je hele leuke dingen doen. Bijvoorbeeld een zandsculptuur maken. Op deze manier met zand werken is leuk en bovendien is het ongevaarlijk. Een groot deel van de aardkorst, gesteente en rotsen en dus ook zand bestaat uit zogenaamde silicaten. Dat zijn verbindingen waarin silicium voorkomt. Het voor de gezondheid meest schadelijke silicaat is kristallijn kwarts. En dat komt voor in grondstoffen die veel in de bouw worden gebruikt. Het zit bijvoorbeeld in betonsteen, cellenbeton, kalkzandsteen, zandsteen, bakstenen en tegels. Dat het erin zit is geen probleem, want op zich zijn kwartshoudende materialen niet schadelijk. Dus ik hoef niet bang te zijn voor dit enorme stenen gevaarte hier. Maar bij werkzaamheden waarbij gezaagd, geslepen, geboord, gehakt of gefreesd wordt in kwartshoudende bouwmaterialen, kun je aan kwartstof worden blootgesteld. Want bij deze werkzaamheden komen fijne stofdeeltjes vrij die diep in de longen kunnen doordringen en daar blijven zitten. Het verraderlijke is dat je daar in eerste instantie niet eens zoveel van merkt. Pas jaren later krijg je er echt last van en dan is het vaak al te laat. Als de longen eenmaal zijn aangetast, dan is de schade onherstelbaar. Je kunt er zelfs een stoflong of longkanker van krijgen. En daarmee is kwartstof een echte sluipmoordenaar. Deze tabel geeft je een idee van de concentraties kwartstof die bij de verschillende soorten bewerkingen voorkomen. Als er tijdens het bewerken van steenachtig materiaal, zoals hier nu gebeurt, als daar stof te zien zou zijn, dan weet je 100% zeker dat de grenswaarde voor kwartstof wordt overschreden. Omdat jij degene bent die met dit materiaal moet werken, is het belangrijk om te beoordelen in hoeverre je aan kwartstof wordt blootgesteld. Nou, de wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan kwartstof die is vastgesteld op 0,075 milligram per kubieke meter. En die waarde die is zo vastgesteld dat je bij concentraties onder die waarde 40 jaar lang, 40 uur per week, 8 uur per dag kunt werken zonder gezondheidsschade op te lopen. Voor zandsteen, dat voor 50-90% uit kwarts bestaat, geldt zelfs een verbod op het bewerken of verwerken ervan. En ook zandstralen met een product met een kwartspercentage hoger dan 1% is verboden. Om te voorkomen dat je wordt blootgesteld aan kwartstof, moeten er maatregelen worden genomen. Eerst moet worden nagegaan of er minder schadelijke stoffen kunnen worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld gipsplaten in plaats van kalkzandsteen. Of kwartsvrije in plaats van kwartshoudende natuursteen. Dit noemen we de bronaanpak.
Wanneer het werken met kwartshoudende materialen niet te vermijden is, dan moet je zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat er kwartstof vrijkomt of kan worden ingeademd. Je kan een andere werkmethode gebruiken. Bijvoorbeeld het knippen van stenen in plaats van zagen. Regelmatig schoongemaakt wordt met de juiste middelen, zoals deze stofzuiger. En combineer dit met een goede ventilatie van de ruimte. Een andere manier om blootstelling te beperken is watertoevoer. Want hierdoor kan het kwartstof zich minder makkelijk verspreiden. Zorg wel dat je bij nat slijpen of nat boren of zagen een PBM draagt. Zoals bijvoorbeeld dit halfgelaatsmasker. Want ook dan kan blootstelling aan kwartstof boven de grenswaarde liggen. Emissiearme gereedschappen zorgen ervoor dat vrijkomende stofdeeltjes via de stofafzuiging worden opgevangen. En bij juist gebruik van deze gereedschappen zal blootstelling aan kwartstof beneden de grenswaarde blijven. Via de website www.stofvrijwerken.tno.nl kun je hier meer informatie over krijgen. Daarnaast heeft Arbouw een keuzewijzer gemaakt die voor verschillende soorten handgereedschap aangeeft welke stofzuiger je kunt gebruiken om de hoeveelheid kwartstof in de ademzone te verminderen. Je vindt die keuzewijzer op www.stofvrijwerken.nl. Als al deze maatregelen onvoldoende zijn, dan moet je persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, zoals adembescherming. Gelukkig heb ik dat soort PBM's bij mijn zandkunsten niet nodig, maar laat duidelijk zijn dat jullie wel risico kunnen lopen in jullie werk. De branche en de inspectie SZW nemen de gevaren van kwartstof serieus. Hoe serieus neem jij kwartstof?